Welkom bij weer een aflevering van Uit in de Regio. Deze keer voor u de eerste twee weken voor de maand mei, dus we gaan al heel eind richting de zomer. Zoals gebruikelijk beginnen wij eerst met een gast van de SWUGB. Bij mij aan tafel zit Corrie Remmen. Hallo. Corrie, welkom. Hallo. Hallo. Heb jij een leuke agenda? Ja, het is wel een kleine agenda, maar ja, de vakantie zit eraan te komen, dus alles wordt een klein beetje minder. Ja, maar geeft niks. Nee hoor. Nou, 3 mei komt mevrouw Hetty Fase. En die gaat door met keramiek te werk. Nou, ik heb het woord of keramiek een klein beetje uitgediept wat het betekent. Het is het Grieks woord voor keramos. En dat betekent drinkvat of aardewerk drinkvat. En ja, op zich is dat wel heel grappig, hè, want het is eigenlijk van vroeger. Ja. Nou, en ja, ik denk dat die mevrouw best wel veel kan laten zien. Ik heb zelf ook geen idee, want ik heb er nooit mee gewerkt. Maar het lijkt me heel inspirerend om weer eens wat van een ander te zien. Ja, zij komt wel alleen het laten zien, het demonstreren. Het is niet zo dat de mensen daarna een workshop volgen. Nee, en dan heb ik 17 mei is er een themabijeenkomst over tuinieren. Nou, dat is ook heel breed. Het is de bedoeling dat de mensen die interesse hebben in tuinen met elkaar kunnen naar de Weijerhof en naar het 50PLUS Café komen communiceren. En dan kunnen ze plantjes meenemen, ook stekjes, kunnen met elkaar stekjes ruilen. Maar het, ja, en communiceren over, ja, want er is in de tuin zoveel te doen. Ja, en deze zelf, periode sowieso. Ja, en je kunt, heel grappig ook, ik heb ook nog een beetje onderzoek gedaan. Stekjes kun je zelfs zaaien in een wc-rolletje. En dat is heel eenvoudig. Maar het is ook heel leuk met opa's en oma's die kleinkinderen hebben. Hè, om op die manier zo weer stekjes te laten zaaien. En dan kijken wat eruit komt. Dus ja, dat vinden kinderen ook altijd heel leuk. Ja, we hopen dat het een leuke middag wordt. En dat staat ook tevens in het groene boekje. Hè, dat mensen van alles kunnen doen met elkaar. Nou, en ze kunnen natuurlijk ook naar elkaars tuinen komen kijken. Ja, ook dat is ook de bedoeling. Dus ja, al met al is het toch, hopen we dat het er ook belangstelling voor komt. Ja. Want we hebben ook een keer een bijeenkomst gehad dat ging over koken en dat was echt een groot succes. Dus ja, we hopen maar dat dit ook mag lukken. Ja. Nou, en dan is het verder, de computerlessen die gaan ook steeds door. En mensen die behoefte aan hebben om elke week even binnen te lopen en vragen hebben over computer, wat dat ook mag zijn. En dan met de vakantie in aantocht is er altijd een expositie in de Weijer. Ook inspirerend. Mensen die hier gewerkt hebben en daar hun sieraden of hun beelden of die schilderen wat ze ook allemaal gedaan hebben, wordt daar tentoongesteld. En daar kunnen mensen ook naar komen kijken. En dan zou ik zeggen, loop even het 50PLUS Café binnen. Ja, loop even een stukje door bij jullie koffie erin. Ja, daarom. Ja. Nou, en dan is er weer een mogelijkheid om te fietsen en te wandelen. Ja, en met de zomer in aantocht. Ja, is er toch weer van alles te doen. Ja. Ja, het is geen lange agenda deze keer, maar ja. Nou ja, er is genoeg te doen, toch? Ja, dat dacht ik ook. Oké, Corrie, bedankt voor je komst en voor je uitleg. Nou, graag gedaan. Tot en met 22 mei exposeert Angela van der Mast in de ontmoetingsruimte van Cultureel Centrum De Weijer haar schilderijen en schalen. 4 mei is het dodenherdenking. Kijk voor de herdenking in uw dorp is op www.boksmeer.nl. Op 7 mei is er een open dag op de boerderij van de familie Derks. Bij mij aan tafel zit Tjeu Derks en ja, wij willen natuurlijk alles van weten wat zijn open dag inhoudt. Tjeu, wat voor soort bedrijf zijn jullie of wat voor soort boerderij? We hebben een Pietersfarm kalverbedrijf. Dat inhoudt dat de kalven op een zeer diervriendelijke manier gehouden worden. Een speciaal concept met wat ik al over vrij rondopening en kuddes van gemiddeld 60 dieren. Ze kunnen vrij rondlopen, spelen met skippieballen. Dat is wel heel speciaal, spelen met een skippiebal. Ja. Jij zegt Petersfarm, is dat dan iets waar je bij aan kunt sluiten of benaderen dat soort mensen jullie dan? Of wat is het van concept? Dan kun je zelf, jezelf als bedrijf zijn weer aansluiten. Het is eigenlijk in 1997 zijn de eerste bedrijven zijn daarin gestart, waar ik zelf ook onder hoor. En na die tijd is het eigenlijk uitgebreid tot 40, 50 bedrijven in heel Nederland die onder dat concept kalfsvlees produceren en die dan via datzelfde concept afgezet worden. Ja, dat is dus wel bekend als je onder die naam werkt, dat houdt dat pakketje in wat jij nou vertelt. Nou zeg je, de kalveren spelen met skippieballen, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Ik krijg meteen al zo'n tekenfilmbeeld voor mij, echt voetballende kalveren. Maar. Nee, die skippieballen die hangen aan kettingen in de stal waar ze me ja, tegenaan kunnen stoten of me kunnen spelen. Ja, en dat doen ze ook? Dat doen ze ook, ja. Oh, ja. Grappig. Dat is toch een bepaalde bezigheid om die kalver bezig te houden. Ja. En dan hebben ze brassers om er eigenlijk te kunnen schuren. Ze hebben fopspelen als speelgebeuren. En ze worden via een computergestuurde voerstation krijgen ze eten toegediend. En er zijn dan ook nog troggen waarin ze op een per dag like 2-3 keer die troggen vul. En dan waar ze het voer in kunnen opnemen. En nou spreek je puur over als ze op stal staan. Ja. En buiten is het dan gewoon lekker vrij in de wei. Ze lopen niet vrij rond buiten in de wei. Het is puur in de stal. Ja, oké. Daar heb je wat betreft welzijn en gezondheid wordt er toch wel heel veel aan gedaan. Ja. Waardoor dan het in de stal voor die kalver beter is als buiten. Omdat je er beter zicht op hebt. Ja. En wat gezondheid betreft ook beter mee om kunt gaan. Nou is er een open dag. Wat houdt die open dag in? Die open dag houdt eigenlijk in dat we iedereen die daar interesse in heeft om te komen kijken op de boerderij, hoe het er bij ons aan toe gaat en op welke diervriendelijke manier de kalver gehouden worden. Ja, dat is toch best wel speciaal om een keer een kijkje te nemen. Dat doe je normaal ook niet zomaar. Nee, en nee. Voor de kinderen is er een springkussen om zichzelf mee bezig te houden. Nou heb ik ook gelezen dat jullie via webcams ook, dat je ook de kalver kunt volgen. Is dat dan ook voor ons thuis of is dat dan voor jullie? Volgen jullie de kalver via webcams? Nee, dat kan iedereen op inloggen via de website www.pietersvraam.com. En dan kun je live beelden in, zeg maar, volgen hoe die kalver zichzelf vermaken. Ja, nou, dat is toch ook alweer heel speciaal, toch? Ja, dat is ook. Dan, waar is het? Wat is jullie adres? Oude Waranda nummer 2 in Zandbeek. In Zandbeek. Nou, ik zou zeggen, iedereen kom kijken, want het is toch wel een hele speciale open dag, wat je niet zo vaak meemaakt. En wie weet is het mooi weer, kunnen ze meteen de fiets pakken. Dat hoop ik pakken. Wel, dan kunnen we ons eigen product ook nog promoten. En wat zijn jullie eigen producten? De eigen producten zijn ook onder het concept van Pietersfarm worstbroodjes gemaakt van puur kalfs gehakt. En we verkopen nog eieren om van eigen kippen. En een barbecue vlees van de kalver, waar we nu dit jaar ook mee beginnen. En jullie hebben dan een winkel aan huis, zeg maar, waar je die spullen kunt kopen. Ja. Dus jullie maken wel een speciale open dag van. Ja. Is goed, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En succes voor de toekomst dan, hè, met kalveren. Dankjewel. Oké, dankjewel. 7 mei, de 11e Hollands Glorie. Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving organiseert voor de 11e keer Hollands Glorie. Wederom zijn lokale artiesten uit Vierlingsbeek en Groeningen hard aan het oefenen om ieder op zijn of haar manier invulling te geven aan deze avond. Onder begeleiding van de liveband die wordt bemand door Gerard Pauwels en Bart Kaspers. Ook op 7 mei is het Hardstyle Vive bij Royce in Boksmeer. Kijk eens op www.royceboksmeer.nl. Op 8 mei organiseert IVN de Maasvallei in samenwerking met restaurant Hotel Het Veerhuis en Staatsbosbeheer een excursie door het Maasheggengebied. Het verzamelen is bij het Veerhuis in Oefeld om 9:30. Op 14 mei is het Dirtkweek bij Cantina La Bamba. 14 en 15 mei heeft toneelvereniging Fortemullen een voorstelling, genaamd Doktertje Spelen. Bij mij aan tafel zitten Fons Seelen en Harry Jacobs. Een bijzondere titel, maar wie kan er eerst even iets meer vertellen over jullie toneelvereniging? Ja, we hebben een vereniging wat al sinds 1974 bestaat. Het is voornamelijk natuurlijk uit mensen uit Fortemunnum. Is al niet zo groot, dus het is natuurlijk een hartstikke leuke gebeur dat er in ieder geval in zo'n klein dorp een toneelvereniging kan bestaan. En we gaan elk jaar eigenlijk proberen om in ieder geval één spel op het podium te laten vertonen. Uit hoeveel leden bestaan jullie? We bestaan op dit moment uit 22 leden. Oh, dat is ook een behoorlijk aantal. Ja, het zijn niet allemaal spelende leden. Dus andere mensen zijn natuurlijk aangetrokken om te zeggen van nou, we zorgen voor het decor. Of mensen voor de griem. Alles wat op de catering bijvoorbeeld tijdens een avond is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja. Heel belangrijk. Ja, dus ja. Op die manier hebben we toch best wel een leuk groepje bij elkaar.
Dus je bent wel trots dat je als voorzitter van de vorige voorzitter hebt mogen overnemen. Overnemen, is er nog maar pas, maar goed. Ja, het is wel een duurlijke uitdaging. Maar ik ben zelf ook natuurlijk als lid aangekomen als speler. Ja. En nu om een beetje ook een korte lijn te krijgen naar het bestuur zelf toe, hebben ze me gevraagd om voorzitter te worden. Speel je in dit stuk ook mee? Ja. Als wat? Of mag je nog niet zo heel veel over het stuk zeggen? Ja, we laten natuurlijk niet alles uit de doeken komen, maar het is wel een best wel een hilarische rol die ik heb. Kun jij misschien wel iets over het stuk vertellen? Nee, het stuk heet dus Doktertje Spelen. Het is een stuk geschreven door Karel Slotboom, een bekend toneelschrijver. Hij schrijft sinds 1994 toneelstukken in allerlei genres, dus variërend van komedie tot drama. Wat is dit voor stuk? Dit is een komedie, Okay. Een kluchtige komedie. Het handelt over een crimineel die per toeval in een ziekenhuis terechtkomt en daar als arts wordt aangezien. Nou, dan is het niet moeilijk om dus een enige voorstelling te maken van wat er dan gaat gebeuren. En daar speelt het in feite het verhaal om. Er doen zich gewoon heel veel hilarische tafereelen voor die het hele stuk nog eens een keer extra cachet geven. Ja. Dus de mensen moeten dat gewoon gaan zien. Ja, het is natuurlijk ook wel zo, zo'n stuk wordt dan gekozen. En dan moet je de rollen nog gaan verdelen. Want het stuk, als je het leest, kun je wel allerlei ideeën bij hebben. Maar ja, iemand moet het wel uitvoeren. Of tenminste, de hele groep moet het uitvoeren. Absoluut. Wie is er bij jullie de regisseur? Okay, ik heb de eer om met de toneelvereniging Fort Mulham aan de slag te mogen. En ik heb inderdaad ook de rolverdeling gedaan. Ik kijk eigenlijk naar het totaalplaatje van passen de stemmen bij elkaar. Ik kijk naar de personen in kwestie van, zie ik die persoon in de rol, et cetera, et cetera. Dus aan de hand van dat soort gegevens ga ik met de rollen aan de slag. En dan gaan we langzaam maar zeker met het spel in de weer. En tijdens het spelen dan vormt die rol zich telkens verder. En het komt maar zelden voor dat we moeten zeggen van nee, die rol die past absoluut niet. Ja, ik wilde net vragen, wat wissel je wel eens? Halverwege dat je, nou, die rol is toch niet echt... Ja, nee, dat gebeurt heel weinig. En het is ook zo dat mensen sowieso groeien in de rol. Ja. Er wordt gemiddeld genomen zo'n 20 tot 26 keer gerepeteerd. Voordat een stuk daadwerkelijk op de planken staat. Ja. En dan zie je simpelweg ook de rollen groeien. En naarmate dat men dichter naar de uitvoering komt en bij de uitvoering komt, staat zo'n rol. Hoe gaat het verder met de aankleding, qua decor en opkleding dan? Dat wordt meestal in samenspraak met de diverse commissies gedaan. En dat hangt een beetje van de club af, hoe dat ze dat inrichten. Want er zijn clubs die dus specifieke commissies hebben voor kleding, voor grim, voor noem maar op, alles wat je maar enigszins met toneel te maken heeft en de afzonderlijke disciplines daarvan. Maar er zijn ook clubs waarbij eigenlijk alles bij één persoon ligt. Ja. Waar wordt het gespeeld? Je wordt in het gemeenschapshuis in Fort Mulham gespeeld. Daar zijn we ook altijd met de repetities ook al aan de gang. Wat je al aangeeft net van het decor, dat hebben we nu al helemaal klaar eigenlijk al. Ja. Dus gaan jullie maken jullie een theater? We hoeven er eigenlijk heel weinig aan te doen. Oh, okay. Het is eigenlijk gewoon een open zaal met een podiumstuk en daarbovenop inderdaad wordt gewoon het decor gebouwd. En dat het eigenlijk... Het is natuurlijk het fijnste dat je dus zo snel mogelijk wat attributen hebt, dat je ongeveer weet van waar je om voor komt te staan, want het wordt toch altijd een klein beetje naar voren toe gehaald. Ja. Dan de kaartverkoop. Ja, de kaartverkoop is telefonisch bestelbaar, maar ook via het internet bestelbaar. De website van de toneelvereniging is toneelvereniging.vortum-mullum.info en de telefoonnummer is via Trudy Hermans te bereiken. Dat is 57 45 87. 0485 natuurlijk. Ja. De prijzen van de kaartjes zijn €7 in de voorverkoop en €7,50 tijdens de opening van de kassa aan de zaal zelf. Okay. Tijdens de avonden. Okay, duidelijk. Ja, maar ik zou zeggen, ben er op tijd bij, want we hebben vorig jaar ook 2 avonden gehad en ze waren allemaal uitverkocht. Dus, dat moet je hebben. Wat wens ik jullie voor dit jaar weer? Heel veel succes nog met wat jullie moeten doen en bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Dankjewel. Op 14 en 15 mei is voor de tweede keer ons plattelandsrondje. Met onder andere de Klumpkesroute in Boksmeer. Kijk voor alle routes op www.onsplattelandsrondje.nl. 14 mei. Dit weekend is het Openluchttheater in Overloon onderdeel van Militrex. Een evenement van het Oorlogsmuseum Liberty Park. Bij mij aan tafel zit Erik van den Dungen. Erik van den Dungen inderdaad. En ik ben directeur van het Oorlogsmuseum in Overloon, het Liberty Park. En betrokken overigens ook bij het Openluchttheater in Overloon.
Ook nog. Kijk, ja, een hele grote, hele brede functie. Ja, 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 ja. Maar nu gaan we het even hebben over het Militrex weekend. Ja, ja. Wat kun je daarover vertellen? Militrex is een idee wat ontstaan is een paar jaar terug. Toen wij weekend in, weekend uit allerlei groene voertuigen door het land zagen rijden om allerlei bevrijdingsfeesten op te luisteren. En we hebben zelf heel veel van die groene voertuigen in het museum staan. Maar wij dachten eigenlijk, misschien is het wel leuk om apart om de andere voertuigen, namelijk die van de Duitsers, te laten zien. Die zie je namelijk nooit in Nederland rijden. En toen hebben we daar een evenement omheen bedacht en dat is Militrex geworden. Dus we hebben een weekend lang bijna alleen maar Duitse voertuigen in Overloon rijden. En dat was natuurlijk best apart toen we dat vorig jaar voor het eerst deden, want het was toen 65 jaar terug, of eigenlijk alweer 66 jaar terug, dat er voor het laatst Duitse voertuigen in Overloon waren geweest. Dat is toen bij het publiek goed aangekomen. Ja, dat wilde ik net vragen. Hoe reageren mensen daarop? Ja, nou, we hebben in ieder geval geprobeerd om die voertuigen niet in het dorp te laten rijden. Hè. We willen niemand daarmee tegen zijn zin confronteren. Nee. Dus we hebben dat alleen maar op ons eigen terrein gedaan. We hebben een vrij groot park en dan kun je een rondje rijden met die voertuigen. Dus nou, daar is heel veel volk op afgekomen. Ja, wat voor soort publiek komt daarop af? Zowel natuurlijk echt geïnteresseerd in militaire spullen en militaire voertuigen. Maar toch ook wel heel veel nieuwsgierige mensen van wat gebeurt er nou toch? Hè, hebben ze een circuit in Overloon? Kun je daarop rondrijden? Ja. Nou ja, dat konden ze allemaal. Zij het dan stapvoets, het is natuurlijk geen racecircuit, maar het is wel een mooi circuit om in plaats van een statische tentoonstelling gewoon eens een keer een rijdende tentoonstelling te hebben. En hoe dan ook maken die voertuigen toch wel indruk? Ja, als je ze hoort en als je ze ziet en je staat er dichtbij of je rijdt erin mee. Ja, dat is allemaal speciaal natuurlijk. Ja, dat maakt echt wel indruk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zijn het dan vooral de volwassen mannen die jongetjes zijn gebleven? Of wat? Nee, niet alleen. Nee. Ja. Kijk, het is geen militair evenement in de zin dat mensen daar in militaire uniformen rondlopen. Daar is niks mis mee, maar dat doen we niet tijdens dit evenement. Ja. Het wordt alleen maar gereden met voertuigen en voertuigen worden getoond. Dus je ziet mensen die interesse hebben voor techniek. En je ziet inderdaad mensen die het leuk vinden om een keer in een militair voertuig te zitten. Maar het was een gezellig evenement en dat hopen we dit jaar te herhalen. En ik denk dat, kijk, het is een bospark, dus je kan er ook gewoon wandelen. En er is een museum, niet te vergeten. Daaromheen is er dan, net dat je zegt, je noemt al allerlei dingen op, maar speciaal voor Militrex nog iets extra's georganiseerd? Militrex is eigenlijk niet alleen maar een rijdend evenement. Er is nog een grote markt bij. Er zijn nog wat demonstraties van mensen die met modelvoertuigen op afstandsbediening zeg maar, daar rondrijden. Dus er zitten allerlei zaken in zeg maar, die voor liefhebbers van een beetje militair materieel, als ik zo mag zeggen, alleszins aanspreken. Ja. Kunnen mensen zich daarvoor opgeven om mee te doen? Stel dat ik mijn modeltrein wil tonen. Kan ik dan nog bij jullie terecht of is het allemaal al geregeld? Nee, het is allemaal geregeld. We willen ook, dat is wel goed dat je dat zegt eigenlijk, want kijk, er zijn ook wel mensen in Nederland, gelukkig zijn dat er maar heel weinig, die, nou ja, waar toch wel een steekje aan los zou kunnen zitten. En wij willen voorkomen dat er dadelijk iemand komt in een militair uniform, met een militair voertuig, waar ook nog eens een keer een steekje aan los zou zitten. Ja, nou ja, dat, kijk, vooral in deze tijd kan dat dan zijn. Dan gaat er iets gebeuren wat je eigenlijk niet wil. Wij willen graag een leuk evenement hebben, dus we nodigen iedereen zelf uit. We kennen alle mensen die komen dadelijk met hun voertuigen. En nou ja, dat staat dan ook wel garant voor mensen die er op hun normale wijze mee omgaan en niet allerlei verdachte sympathieën zouden hebben. Ja, daarom. Nou gaan jullie dan mensen benaderen in Duitsland, ga ik dan vanuit, want daar zijn die voertuigen. Dan hoe reageren zij erop om dan in Nederland hun Duitse voertuigen te tonen? Nou, die mensen vinden het wel apart toen we dat de eerste keer vorig jaar deden, omdat in Duitsland is die mogelijkheid er natuurlijk nog veel minder. Hey, je mag bijvoorbeeld daar geen hakenkruizen tonen. Dat is gewoon wettelijk niet toegestaan. Nou, dan valt er al heel veel aan mogelijkheden daar af. Wij zijn daar in Nederland wat minder streng in. We proberen overigens wel te voorkomen dat er allerlei aanstootgevende symbolen te zien zijn. We werken daar wel als evenement naartoe. SS-tekens, die plakken we wel af. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Daar heeft ook iedereen alle begrip voor van de eigenaren. We willen niet nodeloos aanstootgevend gedrag of symbolen vertonen. Ja. Erik, entreeprijzen? Entreeprijzen zijn een tientje per persoon en dat is minder dan normaal het museum zelf kost. Je gaat het meteen verdedigen, maar hoeveel joh. Nu hebben we het museum en je hebt het meerijden, dus eigenlijk is het een hele slimme, volgens mij slimme deal om op die dag te komen. Ja, inderdaad. De openingstijden? Het park gaat 's morgens om 10 uur open en het evenement is afgelopen om 6 uur 's avonds, zowel op zaterdag als op zondag. Als mensen nou nog wat informatie vooraf willen, hebben jullie ook een website? Ja, zowel www.militrex.nl, maar ook libertypark.nl. Daar vind je informatie op over dit evenement. Als afsluiting op 15 mei geeft het Boxmeers Vocaal Ensemble een benefietconcert voor de actie Alpe d'Huez en het Boxmeerse team de Fietsdijkers.
De opbrengst van deze actie gaat naar het Kankerfonds. Deze avond wordt gehouden bij hotel-restaurant Rich in Boksmeer. Dat was de agenda voor de eerste 2 weken in mei. Bedankt voor het kijken en ik zie u graag terug bij de volgende Uit in de Regio.